even iets heel anders. Ik denk, je weet waar ik heen ga. Feyenoord doet het zo goed, hè? Gisteren met 2-0 gewonnen. Dat wou je zeggen. Ja, vond ik ook een mooie overwinning. Ah, ik dacht even voorbeschouwen op PSV. Ja, PSV ook vanavond. Een hele zware wedstrijd tegen Arsenal, dat wou je weten. Hè? Ajax staat in de fik, hè? Ja, Ajax staat in de fik, ja. Wat is jouw visie op het hele gebeuren? Ja, wat is mijn visie? Ik ben hier nu in een hele andere hoedanigheid. Dat het niet goed gaat is duidelijk, maar dat is een understatement, denk ik. Ja. Dus ja, ik vind het doodzonde hoe het gaat. En ik hoop heel snel dat er weer wat positieve signalen uit de arena gaan komen. Maar ja, dat hangt en valt natuurlijk in eerste instantie met resultaten. Volgens mij had u al aangegeven, geen vragen over Ajax, hè? Nee. Daar hebben we te veel pijn van op het ogenblik. Veel pijn, denk ik. Heel veel. Ja. Tenminste mij. Ooit dit meegemaakt, wat er nu aan de gang is? Ik ben 70 jaar lid. Dat is natuurlijk een hele hoop. Maar heeft u dit ooit meegemaakt? Nee, dat kan niet. Zo slecht. Dit is echt het slechtste wat ik ooit meegemaakt. Wat moet er gebeuren wat betreft u? Dat is moeilijk. Je kan niet tijdens het seizoen zomaar spelers weghalen. Dus dat kan niet. Nee. Doe met wat je hebt. Ja, ja. En dat is niet veel. Wat is uw indruk van Mislintat? Ja, daar zeg ik niks over. Ik kende hem niet en ik ken hem nog niet. En hij heeft 11 spelers gehad waarvan ik er 12 niet ken. En hij krijgt alle macht. En daarom zeg ik, je mag Maurice Stijn kun je niets kwalijk nemen. Ik heb zondag spelers gezien die een bal kregen aangespeeld en die spatten alle kanten op. Ja, dan ben je als trainer machtloos, want dan moet je terug naar de basis. De supportersvereniging roept nu vandaag om Ajax-helden terug in de top. Jij wellicht? Ben jij een van die helden die wellicht weer wat moet doen? Nou ja, dat weet ik niet. Ik ben niet al een jongen die natuurlijk is opgegroeid bij Ajax. Ajax is in mijn hart, in mijn tweede huis. Ik heb er 26 jaar gewerkt en gevoetbald. En ja, goed, nogmaals. Dat is geen nee? Nee, zeker niet. Maar het is ook mijn wereld. Het is mijn vak waar ik in leef en waar ik in werk. Dus wat dat betreft is het heel normaal dat ik me daarmee bezig hou. Noah Lang had teruggewild, weet ik zeker. Schouten wilde naar Ajax. Had Davy Klaas had je nooit moeten laten gaan. Die had moeten blijven bij Ajax. Dat is een verbindende factor. Die mag weg. En had je 3-4 spelers erbij gehaald waarvan je hoopt dat ze wat kunnen. Dan zorg je dat wat jeugd en is het publiek staat erachter. En nu is het is echt heel dramatisch. Maar dat gaat ook. Daar is ook de top verantwoordelijk voor. Hè? Ja, want dat zijn de aankopen. Hè? Dat lijkt niet helemaal goed uitgepakt te zijn. Maar om het toch nog wat scherper te krijgen. Ja. Als nou blijkt dat Mislintat met die deal of deals toch daar op een bepaalde negatieve manier bij betrokken is geweest. Is die dan nog houdbaar? Nou ja, je mag als manager van een club, heb je maar één belang te dienen. Dat is je club. En dan moet je ook openheid zaken geven. Ik ben hier aandeelhouder, daar aandeelhouder. En daar wil ik niks mee te maken. Cruijff was daar heel scherp in. Die geen één zaak waarnemer mag een belang hebben aan de spelers die ik koop, bij wijze van spreken, bij Ajax. Dus nee? Dus nee, had het meteen moeten melden. Ja, ja. Hij heeft het blijkbaar niet gemeld, want ze zijn er nu pas achtergekomen. Ja, dat is heel kwalijk en fout. Ja, ja.